Ongeveer een jaar geleden tekende Rommedaal een tweejarig contract in Waalwijk. Hij zou het verschil voor RKC in de eredivisie moeten maken. Dat liep even anders, want nu RKC is gedegradeerd naar de Jupiler League is de geblesseerde Rommedaal financieel een blok aan het been. RKC, al zeggen ze het niet hardop, wil van hem af. Het is wel zo dat je natuurlijk wel met elkaar aan het kijken bent van ja, stel nu dat je inderdaad niet meer fit wordt en die, die prognose is er. Nou goed, daar hopen we niet op, maar na 14 maanden is die kans zo reëel. Ja, dan moet je dus kijken hoe verder. Nou, zo makkelijk gaat dat niet, want een contract teken je zeg maar, op basis van beide partijen. En, uh... Ik zeg niet dat het makkelijk gaat, maar ja. dat zou toch het beste zijn voor RKC? Nou, kijk, het is simpel dat op het moment dat iemand geblesseerd is en uh, uh, dat drukt op de begroting, dan is dat heel makkelijk gezegd. De kans dat Romedaal zijn contract als profvoetballer inlevert lijkt niet zo groot. Er zitten twee kanten aan dit verhaal. Toen ik destijds een contract tekende bij RKC Waalwijk, heb ik een hoop geld laten liggen. Bij een andere club had ik veel meer kunnen verdienen omdat ik na mijn voetbalcarrière bij RKC kan blijven werken, heb ik toen ingestemd met minder salaris. Ik kon ook niet voorzien dat ik geblesseerd zou raken. RKC respecteert het contract met Rommedaal. Het lijkt alleen de zaak wat te willen bespoedigen. Op het moment dat hij niet fit uh, wordt, ja, dan kan hij ook niet meer voetballen en dan kan hij geen speler meer zijn. En dan uh, zou het voor ons en ook voor Dennis goed zijn als hij een maatschappelijke functie voor de club gaat vervullen. Zoals we eigenlijk met elkaar hebben afgesproken aan het einde van zijn carrière. De supporters van RKC kunnen zo lang niet wachten. Dit spandoek zal vanavond in het stadion hangen tijdens de eerste thuiswedstrijd. Dennis, betaal je loon terug.